Vandaag zijn we met Eenhoorn Film op het Tech To Do Festival. Tech To Do evenement moet ik eigenlijk zeggen. De vierde editie daarvan in Spijkenisse. En Tech To Do is een technisch event waarbij alle basisscholen, de groepen 7, leerlingen van groep 7, van alle basisscholen van Voorne-Putten en hun leerkrachten zijn uitgenodigd om te gaan kijken hoe interessant techniek is. En ik heb van de organisatie een plattegrond gekregen, dus we gaan eens even binnenkijken. Ga je mee? Goedemorgen Ron. Goedemorgen. We zijn hier op het, vertel jij het maar, jij weet het veel beter dan ik. Oké, we zijn hier op een ontbijtpitch van iTanks tijdens het Tech To Do Festival in Spijkenisse. En we hebben hier een aantal ondernemers en mensen van het onderwijs bij elkaar. En er worden een aantal pitches gegeven over VR en drones. En wij proberen, het is nu de tweede keer dat we het doen. En het is altijd leuk om op een andere locatie pitchontbijt te organiseren. En kun jij wel voor de kijkers vertellen, wat is precies een pitchontbijt? Nou, een pitchontbijt is een format van iTanks, iTanks Kennis Innovatie Platform in Rotterdam. En wij organiseren pitchontbijten waarbij we om 19:30 open gaan. Mensen met elkaar kunnen praten, netwerken. En tussen 20:30 en 21:30 zijn er een aantal pitches. Dus bedrijven, jonge mensen die in maximaal 6 minuten vertellen wat ze goed kunnen. En dan komen er altijd leuke mensen op af. Het is een netwerkmoment ook natuurlijk. Daarna blijven ze meestal nog wel even hangen. En dan 21:30 gaan de meesten weg. En dan kan je naar je eerste afspraak, zoals we dat zeggen. En als ik het goed heb begrepen, dan sponsoren veel van de mensen die hier komen pitchen, die sponsoren Tech To Do, hè? Een aantal wel. Wij nodigen gewoon bij wijze van spreken iedereen uit. En wie komt, die komt. En wie niet komt, die komt niet. Ja. En volgens mij zijn er nu een aantal mensen ook van het onderwijs, vanuit de Tech To Do organisatie. En een aantal bedrijven uit onze organisatie. Nou, we zijn ontzettend benieuwd wat we vandaag allemaal gaan zien. En dat is leuk. We wensen je een hele fijne dag en dankjewel voor het interview. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben David Knokkel van de firma RIMS, Robotica en Maintenance Strategies. En wat doet u voor werk? Dus op dit moment maken wij innovatieve methodes om gevaarlijke onderhoudswerkzaamheden te automatiseren. En het eerste concept wat we hebben uitgewerkt is het inspecteren van besloten ruimtes. En dat doen we met een drone. Oké, wat spannend. Ja. Dus een drone die binnen kan vliegen. Die komt eigenlijk uit het domein van Search and Rescue, maar we hebben hem binnen in de scheepvaart getest. En ook in de storage tanks hier op de Maasvlakte. En dat werkt perfect, dus we kunnen gewoon binnenvluchten uitvoeren met een visuele inspectie. Bent u daar een van de eerste van? Ja, innovatief hè? Ja, er zijn verschillende bedrijven, al 2 of 3 bedrijven die het in Nederland doen. Maar ze zijn ook weer werkzaam in andere domeinen. Dus vooral in de scheepvaart zijn wij de eerste die dit nu doen. En in de scheepvaart zijn we ook de eerste die geclassificeerd zijn door Bureau Veritas om ook werkelijk het survey met een drone uit te mogen voeren. Dus de surveyor hoeft de tank niet meer in. Precies. Ik denk dat u daar heel mooie opdrachten mee gaat binnenhalen. Ja, dat denk ik ook. Want het is een hele uitdagende, maar een nieuwe beroep. Dus dat we daar de mensen maar veilig mee mogen laten opereren. Gaat u vandaag op de Tech To Do nog naar de kinderen kijken? Nou, de kinderen mogen ook zelfs nog even vliegen. Dus in die zin, ja hoor. Misschien kunnen we dat zo wel even filmen. Ja hoor, dat is prima. Oké, dank u wel voor het interview. Ja, en daar komt hij. En wie zou er in zitten?
jongens. Kijk eens. Oh, ik zie het al. Het zijn de wethouders van de gemeente. Wethouders Pamela Blok van de gemeente West-Voorne. Margriet ten Brok van Hellevoetsluis. Kees Dijkman van de gemeente Nissewaard. Wilbert Bourgogne van de gemeente Brielen. En Frank Schelleboom van gebiedscommissie Rozenburg. Kunnen we ze een hartelijk applaus geven? En als de fotosessie voorbij is, nodig ik jullie uit een beetje dichterbij te komen. En dan gaan we de openingshandeling verrichten. Jullie gaan zagen. Ik bevind me in goed gezelschap, want ik ben vertegenwoordigd nu met drie wethouders. Hè? Ja, wethouder, voorzitter. Bij ons is het net even anders bij de gebiedscommissie. Mm-hmm. En waar bent u van? Ik ben van Rozenburg. Oké, en u? Van West-Voorne. Ja. En de Briel. Oké, en u bent al een wethouder? Ja, voorzitter. Bij ons is het net weer even wat anders. Wij zijn een deelgemeente, waar wij zijn gebied van Rotterdam. Dus mm-hmm. Een onderdeel van Rotterdam. Ja, Voorne-Putten of? Nee, echt Rozenburg. Echt Rozenburg, ja. Oké. Okay. Ja. En ik zie dat u allemaal een zaag in de hand heeft. Ja, bij mij is die zaag alweer weg. Die ligt binnen, maar ik heb wel de restanten waarop gezaagd is. Ja. Het bord van Tech to Do. Hartstikke leuk, want ik zie dat er heel veel kinderen komen, 1400 kinderen komen hier deelnemen. En we zijn nu met 5 wethouders die hebben geopend, de andere 2 zijn al binnen. Het is echt een fantastisch evenement. Ja, leuk. Wat ik me afvraag is, wat vindt u van Tech to Do voor de toekomst? Een heel goed evenement, want de technische tekorten zijn nog niet opgelost voor de toekomst. Dus het is goed dat kinderen op zo'n makkelijke manier kennis kunnen maken met wat techniek inhoudt. Ze zitten in groep 7, dus ze moeten al een beetje kiezen welke school ze straks naartoe gaan. En dit zou wel kunnen helpen en later misschien nog meer. Ja, wat leuk. En ik vind het ook ontzettend leuk dat er zoveel wethouders vertegenwoordigd zijn. Want het laat zien dat eigenlijk het bestuursorgaan heel erg betrokken is met de jeugd. En dat is een goed... Dat klopt, ja. We zijn daar heel enthousiast over om dat te doen. Omdat juist de verbinding tussen onderwijs en haven en ook overheid heel belangrijk is om juist daar die kinderen een opleiding te laten doen waar ook toekomst in zit. Ja. Heeft u zelf kinderen? Ja, ik heb er 3. Zijn die inmiddels al groot? Of? Ja, 2 jongens die zijn al druk aan het werk. Ook in de haven, ook in de techniek. Oh. Dus, en dan nog een dochter, die zit nog op school, praktijkonderwijs. Dus ook een beetje deze kant op. Leuk. En heeft u nog dingen gezien binnen waarvan u denkt van nou, dat is helemaal nieuw voor mij? Ik heb er wel affiniteit mee, dus op zich herken ik wel heel veel. Maar er zijn altijd nieuwe dingen en ik zag net ook een van de pitches, want ook bedrijven maken zich bekend. En dat was een virtuele tour door een stad en daarvan dacht ik nou, dat is voor ons eiland wel fantastisch om ook toe te passen. Dus ik heb meteen mijn kaartje gegeven, neem maar contact op, want ik vind het leuk. Dus u hebt zelf ook lekker genetwerkt. Absoluut. Nou, ik wens wij van Enorm Film dragen het evenement Tech to Do. Sorry, de 4e editie, een ontzettend warm hart toe en dat er nog vele edities mogen volgen. Dank u wel voor het interview en nog een hele fijne dag. En dan lopen we op het Tech to Do event en dan ineens kom je een icoon tegen. Nou ja, niet overdrijven, nee. Icoon. Maar vertel eens wat je doet. Wat ik doe. Wat wie je bent? Ik ben fotograaf. Ja. Maar wie? John de Pater. Precies. En fotograaf van? Van Feyenoord onder andere. Precies. En ik doe voor het Algemeen Dagblad in de regio Voorne-Putten, AD Rotterdams Dagblad eigenlijk. En dit Tech to Do doe ik voor de organisatie zelf, al voor het 4e jaar. Ja. En dat is hartstikke leuk. Is, Je hebt ook wat met kinderen, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat is geweldig om te zien hoe die gasten hier ervan genieten en kennis maken met allerlei verschillende beroepen en technieken. Dus heel leuk even. Ik heb begrepen dat je de laatste keer een hele bijzondere foto hebt gemaakt voor het AD. Oh, daar weet ik niks van. Nee, wat dan? 1500 kinderen?
Oh, van die high five in de sporthal. Ja, dat was een wereldrecordpoging high five geven in de sporthal. Ja, bijzonder. Ja, nou, ik vond het heel erg leuk om je zo tegen het lijf te lopen. En we gaan je foto's bewonderen. Oké, nou prima. Leuk. Dankjewel voor het interview. Oké. De Tech To Do is van alles te beleven en ik heb hier een aantal jonge dames gevonden. Wat ik op zich al heel bijzonder vind, want techniek is meestal voor jongens. Maar ja, tegenwoordig heb je ook steeds meer meiden, hè? Echt waar, och lieverd, dat is helemaal niet de bedoeling. Je ziet er best wel technisch uit, want voorlopig heb je daar iets gemaakt wat ik nog niet zou kunnen. Wat is het? Geen flauw idee hoe het heet. Wat is het? Geen flauw idee. Geen flauw idee, oké. Weet jij wat je aan het doen bent? Een knikkerspiraal maken. Knikkerspiraal maken. Hey, en heb je al een beetje nagedacht over wat je in de toekomst wilt gaan doen, dat je hier bent? Of is het gewoon toevallig? Nou, ik zit nu in de derde klas en ik doe koken als keuzevak. Dus iets met koken wel, maar dit vond ik de afgelopen 2 jaar heel leuk. Met school helpen, met groep 8 kinderen helpen. Dus ik dacht, ik doe dit jaar ook mee hier. Oké, dus je bent eigenlijk hen aan het helpen? Ja. Leuk joh. Hey, en wat ben jij aan het doen? Ik zit ook in een derde, alleen ik doe uiterlijke verzorging. Ik vind het verder gewoon leuk om te doen. Maar dus je bent ook eigenlijk kinderen aan het helpen om hier hun ding te gaan doen. Is het de eerste keer dat je op dit evenement bent? Ja. En denk je dat je het volgend jaar weer gaat doen? Als ik er tijd voor heb wel. Oké, leuk. Nou, we zijn heel erg benieuwd. We gaan nog even kijken naar de andere kinderen. We wensen jullie ontzettend veel succes. En jij ook. En je bent dus een knikkerspiraal aan het maken. Doeg! Goedemorgen. Wie ben jij? Ik ben Troy. Ik zit op het STC en ik ben hier vandaag bij de Technobeurs om kinderen te laten zien wat ze allemaal bij ons kunnen. En STC, dat is het Scheepvaart en Transportcollege, hè? Klopt, ja. Dus je hebt daar meerdere dingen, haven en vervoer, scheeps- en jachtbouw, noem het maar op. Maar techniek is daar ook heel erg belangrijk en daarom laten wij het hier ook een beetje zien. Ik kan aan jouw gezicht zien dat je straalt. Oh ja, ik vind het erg leuk. Ik vind het erg leuk. Ja, dat het, het is beter dan op school zitten. En ja. Het is leuk om kinderen wat te leren. Mm-hmm. Dus daarom vind ik het erg leuk. En ik zie hier een dansende robot. Ja. Kan die mij ook helpen in het huishouden? Nou ja, deze niet. Maar je hebt zeker nu van die stofzuigers die nu een soort van zelf rijden. En dat is een soort van net als dit. Ja. Je programmeer je dan en die rijden dan een soort van door je huis aan stofzuigers heen. Weet je al wat je wilt worden later? Nou, eigenlijk totaal niet. Ik wil later bij het Marische Zee werken. Maar daar ook nog steeds een beetje techniek is belangrijk. Ja. Dus Ik denk dat je ook wel wat met kinderen gaat doen. Kinderen, ja, ik kan. Mijn ma zegt altijd, ik kan wel maar goed met kinderen omgaan. Dus, ja. Nou, dan ben je hier op de juiste plaats. Is het de eerste keer dat je aan dit evenement meedoet? Oh nee, meestal hebben wij ook van die open dagen door, ook hier nog laatst. En toen hadden we dit soort dingetjes ook allemaal bij ons. En ook uitleggen wat onze school is. Dus. Dit is niet de eerste keer dat ik dit doe. Je bent een goede ambassadeur voor je school. Ja, hey, dankjewel voor het interview. Dank u wel. We'll be right back.
Ik loop zomaar in de armen van de Miljoenpoot, een van de organisatoren van Tech To Do in Spijkenisse. Vierde editie dit jaar. En wat een gigantisch leuk evenement. Ja, dat is het zeker. Vierde keer. Rian van Noord. Technet voor de Putten, de stichting die dit organiseert. Een samenwerkingsverband van scholen, bedrijven en gemeentes. En scholen, basisscholen in Voorne Putten en Rozenburg zijn uitgenodigd om hier met ons dit techniekevenement. Alle groepen 7 van de Voorne Putten, hè? Van alle scholen. Hè? Ja. En leerkrachten zag ik ook lopen. Ja, die begeleiden de leerlingen. Alle scholen zijn aangeschreven. En we kunnen er in principe 40 plaatsen gedurende de 3 dagen. Geweldig. Ja. Wat ik ook zag was dat er heel veel oudere leerlingen zijn die de jongere leerlingen begeleiden. Ja. Ja, dat is een bewuste keuze. De basisschoolleerlingen komen naar het event. Die worden begeleid door leerlingen die net een niveautje hoger zitten. Dat zijn meestal VMBO-leerlingen of in ieder geval uit voortgezet onderwijsleerlingen. En dan zijn er ook MBO-leerlingen die bijvoorbeeld de catering doen. Of de veiligheid en de toezicht. En zo proberen we alle niveaus binnen te brengen, bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. Wat ik ook zag, wat ik erg interessant vind, is dat er dus de techniek van de oudere generatie op de jongere generatie wordt overgebracht. Want er zijn dus ook heel veel eigenlijk oud-ambachten, hè? Zoals... Ja, klopt. Je hebt heel veel oude technieken. En we proberen ook wel met dit evenement steeds nieuwere technieken te laten zien. Want ja, moet ook met de tijd mee. En het is ook voor die kinderen gewoon heel leuk. We hebben vandaag bijvoorbeeld een drone vliegen. Ja. En we hebben 3D-printen. En er komt morgenmiddag dan nog iemand met een HoloLens. Ja. Dus ja, innovatief proberen we ook te zijn. Wat ik ook bijzonder vond, was dat er dat pitch-ontbijt van... iTanks. iTanks, ja. Dat is dat innovatieve platform, hè? Ja. En die hebben dan hier hun pitch ontbijt. En dat is natuurlijk geweldig, want daardoor krijg je ook weer ondernemers hier naartoe. Eigenlijk met een beetje lokkertje, maar wel heel slim bedacht. Ja, nou, we hebben dat vorig jaar voor het eerst gedaan. Een van onze bestuursleden is ook heel actief in het iTanks-netwerk. En zo is de link gelegd. En dat is heel erg goed bevallen vorig jaar. Dus ze zijn er weer. Nou, leuk. Ja. Volgend jaar zijn wij er ook weer bij, hoor. Nou, heel goed. Hey, hartstikke bedankt. En veel plezier de komende dagen. Gaat zeker lukken. Dank je wel. We zijn op de Tech To Do terechtgekomen bij de Maakotheek. Kun je mij vertellen wat een Maakotheek is? Een Maakotheek is een stichting en die helpt scholen met het embedden van techniekonderwijs. Met het? Embedden van techniekonderwijs en met name niet techniek als los vak, maar techniek binnen andere vakken. Ja. En dat doen we op een manier waardoor het heel laagdrempelig wordt. We brengen naar scholen 5 keer per jaar een pakket. Iedere keer tussen de vakanties in wisselt dat. Ja. Zodat ze met verschillende spullen in aanraking kunnen komen. En ook kunnen ontdekken wat past nou het beste bij onze school. Ja, precies. Waaronder dus het 3D-printen. Waaronder die 3D-printen. Want als je wil maken, dan begint dat met een 3D-printer. Kunnen we het maken? Een werkpaard is een lasersnijder. Dat doe je niet in het PO. Nee. Maar 3D-printen vindt iedereen leuk. 3D-tekenen kunnen alle kinderen tegenwoordig. Ja. En leuk. De kunst is om de juffies te helpen om het op te pakken. Jij helpt de juffies zeker? Ik help de juffies. Dat dacht ik al. Ja. Hey, hartstikke leuk. Eng, maar dat is het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Hey, hartstikke leuk. We gaan eens eventjes kijken hoe het werkt. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het interview. Ja. We zijn hier bij E+, of A+. Ja, A+, ETD. En wat doen jullie precies? Wij zijn gespecialiseerd in niet-destructieve metaalonderzoeken. Dus in principe kijken in het materiaal zonder het materiaal te beschadigen. Oké. Okay. Ja. En op welke manieren doen jullie dat? Dat doen we zowel aan de oppervlakte, dus boven en onder en aan de zijkanten van het materiaal. Maar we kunnen ook in het materiaal kijken of daar fouten in zitten of dat de dikte nog goed genoeg is. Hey, ik heb net een meneer gezien bij het iTank pitch ontbijt. Daar was een meneer die deed dat met drones. En hoe doen jullie dat dan? Met drones kan het uiteraard ook. Wij zijn meer gespecialiseerd in 2 methodes om in het materiaal te kijken. Dat is de röntgen en de ultrasoon. En dan hebben we nog 2 en nog meerdere methodes om de oppervlakte te doen. Waarvan magnetisch en penetrant die we hier mee hebben gebracht. Zoals je ziet, penetrant, daar zie je de oppervlakte.
En met röntgen, zoals in het ziekenhuis, kan je diep in het materie kijken. Ik dacht dat je met röntgen alleen maar in mensen kon kijken, maar je kan dus ook in materialen kijken. Heel makkelijk materiaal, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Hey, en hoe ben je zo hier terechtgekomen als vrouw? Of ben ik nou heel bevooroordeeld? Nou, er werken ongeveer 10% vrouwen binnen onze organisatie, maar ik werk gewoon op kantoor, dus ik ben niet zo'n stoere vrouw in het veld. Maar we hebben wel ook vrouwen in het veld, hoor. Vind je behoorlijk stoer, hoor. Ja? Nou, gelukkig. Hey, vind je het leuk om te doen? Ja, eigenlijk wel. Het is heel bijzonder om toch op een andere manier naar materiaal te kijken. Is het de eerste keer dat je aan het zegt to do meedoet? Ja, ja, eerste jaar voor mij, ook voor hem. Maar vorig jaar hebben onze collega's wel hier gestaan. Okay, volgend jaar weer van de partij? Sorry? Volgend jaar weer van de partij? Ja, zeer zeker. Ja, heel graag. We wensen jullie een ontzettend leuke dag toe. Ja. Dagen. Dagen. En heel veel plezier met de kinderen ook. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het interview. Ja, bedankt. Hallo. Hi. Jij doet een van de dingen die ik het allerleukste vind, namelijk rommelen met proefjes. Ja, ja, het is inderdaad heel leuk om te doen, absoluut. Zeker de verbaasde blikken van die kinderen. Als je ze ziet, als er iets een kleur verandert of een chemische reactie is, dat is het allerleukste. Ja, ik zie dat je dingen doet met bakpoeder. Volgens mij is bakpoeder wel een van de meest gebruikte stoffen voor proeven, of niet? Nou ja, het is heel makkelijk inderdaad, omdat het heel goed reageert, in dit geval met azijn. En nou ja, dan krijg je een heel makkelijk effect wat je thuis in je keuken bewijzen van ook kan doen. En toch een leuke verrassing oplevert voor de kinderen. Ja. Hey, wie zijn jullie? Wat doen je hier? En wij zijn Lionel Bazel. Wij zijn een chemiebedrijf. We zijn gevestigd op de Maasvlakte in de Botlek. En wij maken allerlei chemische stoffen, halffabrikaten die uiteindelijk doorgaan naar andere spelers op de markt. En wij zijn een relatief onbekend bedrijf, omdat wij niet, wij maken geen olie zoals Shell of benzine. Maar desalniettemin een grote speler in de markt. En nou ja, wij vinden het leuk om dit soort dingen ook te doen, zodat kinderen leren wie wij zijn. Leuk. En wat we doen. En misschien dat je heel veel kinderen kunt interesseren voor jullie bedrijf. Ja, absoluut. Dat hopen we heel erg. Het is een nou ja, relatief onbekend bedrijf natuurlijk. Maar er zijn wel medewerkers nodig en slimme kinderen zijn de toekomst. En alle kinderen. Ja, die bril staat je wel goed hoor. Ja, dankjewel. Hey, we gaan eens even kijken wat jullie gaan doen. Ja, super. Hey, leuk hier op de Tech To Do. Ja, ik vind het zelf ook heel leuk. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor docenten is het ook leuk. Maar ook zaken natuurlijk inderdaad voor de kinderen, dat het echt een leermoment is. Wat houdt techniek in? Ja. In alle facetten. Ja, je bent van bouwen, wonen, nee? Ja, ja, heel goed, heel goed. Bouwen, wonen en interieur. Afgekort BWI. En begrijp ik het goed als jullie mensen zeg maar opleiden in deze beroepen? Ja, dat is correct. Ja, als je denkt aan bouwen, wonen, interieur, dan moet je denken aan bouwen. Hè? Dan denk je aan woningen. Interieur, dan denk je aan, ja, ik zeg maar even kortweg, IKEA. Hè? Dus houten meubeleringscollege die richting op. En interieur, ja, dat is dan ook inderdaad de inrichting, ook richting houten meubelering. Vind jij ook dat, dat het belangrijk is dat de jongeren, de jonge generatie, moet worden opgeleid eigenlijk met kennis van de oudere generatie? Nou, ik denk dat dat ja, is gewoon noodzakelijk, laat ik het zo zeggen. Ja, vooral in deze tijd, nu er zoveel tekorten zijn aan technisch geschoolde mensen. Ja. Ja, is gewoon een must. En niet alleen voor jongens, ook voor meiden. Ja, ja, echt, is echt noodzakelijk. Ja, dat er zijn zoveel mogelijkheden ook voor meiden. Het komt niet altijd uit de verf, hè, dat de meiden niet zo geïnteresseerd zijn. Maar het biedt heel veel kansen en heel veel mogelijkheden, ook voor meiden. Ja, ik heb het gezien, want er zijn best wel veel meiden hier. Er zijn heel veel meiden, ja. Als ik kijk, ik geef dan les in de derde en vierde klas. En ik heb in de vierde klas heb ik 18 leerlingen, daarvan 9 meiden. Zo, geweldig. Daar ben ik wel trots op. Nou, dat is zeker, dat is gewoon leuk. De helft. Dat is wel leuk. Ja, nou, daarom. Ja, ja. Ja, zo uitzonderlijk, maar wel leuk. Hey, en doen jullie nog meer evenementen? Neem je nog aan meer evenementen deel dan alleen aan dit evenement? Nou ja, laat ik zo zeggen. Mijn collega die geven op de basisscholen in Spijkenissen en omgeving technieklessen, groep 7. Hartstikke leuk om de kinderen weer te interesseren. Van ja, wat is er mogelijk binnen techniek? Als scholen interesse hebben, waar kunnen ze dan kijken, Leen? Heb je een website? Ja, als ik praat over mijn eigen
vakgebied. Ja? Ja, dan moeten ze kijken bij bouwen, wonen en interieur. Okay. En er staat echt alles op wat je wil weten. Okay. Ja, meer dan ik kan vertellen. Het begint hier een beetje naar brand te ruiken. Ik denk dat we hem gaan moeten smeren. Ja, ik denk het ook. Of ik moet even ingrijpen. Dat kan ook. Een van de twee. Lijkt me goed plan. Hey, bedankt. Doei. Ja?